We gaan even op kwallenjacht. Het is net Freek in het wild. Maar eens even, ik heb toch nog nooit van dit bij gezien zo'n kwal. Kees is vanavond aan de beurt. Jazeker. Voor de zeebaars. Koken met Kees op de Gevelingen. Ja. Wordt het wat? Ik heb nog wel zeker aan wat. Nou, ik denk niet dat jij het lekker vindt. Nee, het sprak bij mij uit de vijver ook. Nee. Dat is er? Ja. Ik heb net water oplopen en ik heb hier heb ik... Er staat één slipper. Eén slipper in gezet. En meestal zegt dat genoeg. Als je één slipper ziet en je ziet Trixie niet. Ja, maar dat vind ik nou niet leuk hoor. Peerswijn in mijn broek. Ik ga vandaag eens lekker op avontuur. Ga je met me mee halen over land en zee. Op naar de volgende bestemming. Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. In deze aflevering zie je dat we gaan afmeren aan een van de twee mosselbank-eilandjes aan het Grevelingenmeer. Recht tegenover Bruinisse. En ik laat je zien hoe mooi het daar is en hoe relaxed. Nou ja, relaxed. Niet alleen maar relaxed, want Trixie heeft ons weer aardig bezig weten te houden. Veel plezier met kijken. Zo, let's go. Hopen dat er nog een plekje is op een van de eilandjes. Daar heb ik wel heel veel zin in om even een verkoelende duik te nemen. Nou, zeker. Hè? Ja. Even lekker poedelen en voor de hondjes ook. Nou. Nou, we gaan het gewoon zien. Ik ben hier ook nog nooit geweest. Paar heeft het een keer eerder gedaan, dat eiland hoppen hier. Ja. Ik nog niets, maar ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb echt veel zin in. Het is helemaal genieten zo een beetje aan het einde van de middag. Dan gaat de wind al helemaal liggen. En ja, wordt het heel rustig op het water natuurlijk. Beetje magisch sfeertje. En je hebt een beetje het gevoel dat je in het buitenland zit hier. Toch, pa? He? Je krijgt het gevoel dat je in het buitenland zit. Nou, hè? Ja, dan kom ik door het weer, hè? Ja, dat is ook zo, ja. Zo, pa, dat is een mooie plek waar we afgemeerd zijn. Ja, zeker. Dat was nog, genoeg plek. Ja, heel mooi. En lekker rustig. We gaan eens zwemmen, Kees. Nou, maar heb je gezien wat er in het water... Ja, kwallen. Ja, nou. Ik dacht dat ik de enige was die hier op het eiland aanwezig was. Nee. Ik zit zo eens even naar het achtersteven te kijken van de VB-002. Maar dus die rode wijn van gisteren. Ja, dat kan ook bloed zijn of zo. Hè? Ja. Een enge, rare rode streep. Ja, dat is gewoon de... Ik heb hamburgers gemaakt gisteren. Heerlijke hamburgers, nou echt, om te smullen. Maar toen ging ik zitten en toen stoot ik de tafel heel te glas wijn eroverheen. Oh nee. Dat ken ik. Nou, het is ook mooi tricksies. Half over die honden heen. Dus ja. Dat weer, Maar dus ook over het achtersteven, je ziet het. Maar hoe Kees dan de kans krijgt om dat toch in goud te filmen, dat vind ik wel knap. Die kwallen zijn eigenlijk best wel mooie beesten, hè? Ja? Het is altijd heel negatief verkwald. Dan noemen ze, ik vind je een kwal. Ja. Zeggen ze dat wel eens tegen jou? Nou, dat heb ik nooit niet meer durven zeggen. Nee, dat is net bij je ook niet. Maar het zijn eigenlijk best wel mooie ja. Schepsels. En de buren die bevestigen dat ze helemaal niet doen. Dus... Nee? Kan je gewoon zwemmen hier? Ja. Je hebt net gezongen, hè? Ja. Oké. Okay. Yeah. Ja, je hebt een zwemtrappie. Maar ze bijten niet of zo dan? Nee, deze niet hoor. Oh. Ja, dat zeggen ze altijd, ze bijten niet. Maar dat zeggen ze over honden ook. Dat doet hij anders nooit. Die van ons niet hoor. Nee. Daar zeg ik het niet van. Nou, ik vertrouw erop. Ik ga mijn zwembroek aantrekken. Ja. Trixie niet weg van zijn eilandje. Trixie kan altijd weg, pa. Ja, maar dan moet ze zwemmen naar de overkant. Ja, maar zelfs dat zie je. Maar ik zou het gewoon doen. Ja? Ja, ik wil de laatste maar los. Trix komt er. Ik laai nu los. Ja. Kijken wat er gebeurt. Die zien we nooit meer terug. Jawel, ja, het is eigenlijk een heel klein eilandje. Wat zal het zijn? 100 bij 100 meter of zo.
En aan de andere kant schijnt een strandje te zijn. Dus daar lopen we nu even naartoe. We hebben een zwembroek aan. Je kunt een hondje even zwemmen. Wij misschien ook nog. Maar eerst even door het oerwoud heen. Oh, even bukken. Oei. Oh ja. Dat is toch superleuk. Ik hoor een paar Trixie roepen. Oh jee. Oh, er zijn nog meer mensen. Kijk. Nou, het is toch geweldig dit. Kijk eens naar de ruimte. Oh, die honden zijn helemaal blij. Kijk, ze is redden, joh. Ja, hier kan ik zo van genieten. Wat Trix is het even te plassen. Dat deed ik vroeger in het zwembad ook altijd stiekem. Ik denk dat jij dat wel herkent. En je even stil liggen, even dobberen. En dan, of dat niemand dat door had, even een plasje doen. Ja, is het aardig koud? Ja, ik ben blij dat jij het even uittest. Hoi. Nou, dan ga ik het ook maar eens even proberen. Nou, hier is het nog lekker warm het water, moet ik zeggen. Dat zat je diep komt waarschijnlijk. Al die honden lopen helemaal daar. Dat is niet weg. Nee, dat niet, maar... Het is wel super lekker water. Komt hier kwaad. Tikken, kom. Kom. We gaan even op kwallenjacht. Het is net Freek in het wild. Ga je, oh, je gaat met je hand. Nee, joh. Ja, ja, dat dan moet je twee handen mee dan doen. Doe eens. Nee, joh. Het lijkt wel een plumpje, denk ik. Zo. Zie je zijn ogen? Ja, joh. Nou, is misschien wel wat voor de barbecue vanavond. Mooi, hè? Ik heb dat eigenlijk nog nooit. Maar deze zal niet... Nee. Maar kan je hem nu, als je hem omdraait, draai je hand eens om. Omdraaien. Oh ja. Er zit geen voor- of achterkant aan, zeker? Aan de bovenkant en ook wel. Ja, dat wel. Ja. Ik heb vier stipjes. Oh, ik ga eens even kijken. Maar eens even, ik heb dat nog nooit van dichtbij gezien, zo'n kwal. Ja, voor je. Oh. Die is gelukkig van. Chico en Trixie zijn achter een eend aan het zwemmen. Kijk hier. Ja, dat redden ze nooit natuurlijk. Nee. En dan moeten ze weer terug. Oh, wat is dit lekker. Dit is echt wel genieten, mensen. Hier doe je niet voor. Ja, dit is wel echt genieten met hoofdletters, hè? Zo lekker. We gaan eens even het avondeten klaarmaken. Ja, steeds. En wat wordt het? Nou, dat weten we natuurlijk wel. Ja. Dat wordt een zeebaars. Zeebaars? Ja. Kees is vanavond aan de beurt. Jazeker. Voor de zeebaars. Koken met Kees op de Gevelingen. Ja. Nou, we hebben natuurlijk vanmiddag heerlijke zeebaarsjes gehaald. Zeebaarsfilet. Ja. Bij de visboer. En die gaan we nu eens even een lekker bakken. Op de huid, pa. Ja, op de huid. Op de huid. Ja. Ja. Dus daar gaan ze. En daarvoor heb ik roomboter gebruikt. Op advies van... Op advies van mezelf. Want ik weet wel een beetje hoe je een visje moet bakken. En bij de vis hebben we zeekraal. Dat is er natuurlijk helemaal bij. Dat is volgens mij best wel zout ook van zichzelf.
Dat pakken we even mee aan het einde. Ja, een beetje zout. Nou. Oké. Okay. Dat moet denk ik best wel wat worden. En we hebben een lekkere salade. Die heb jij gemaakt. Die heb ik gemaakt, ja. Ja, dat is perfect. Nou, met rucola salade, ja. En een lekker paprikaantje. Ja. Komkommertje. En we hebben dan rundvlees. Ja, rundvlees salade. Nou, ik weet niet of dat nodig is, maar goed. Ja, maar is wel lekker. Is wel lekker, ja. Dus ik denk dat dit wel wat geworden. Gewoon even een minuutje of, nou, wat is het? 6 of zo op de huid. Ja. Dit wordt wel wat. En vis moet zwemmen. Dus ik heb er een mooi klein wit wijntje bij. Nou, ja. Wit wijntje bij. Lekker dan. Heel wat rust komen. Ja, bij allemaal een beetje. Ja. Terwijl jij zit te wachten op het eten. Hè, ja. Dat doe ik vanavond eventjes. Maar ja, we hebben wel wat verdiend. We hebben wel wat rust verdiend en een lekkere happy. Nou, het was wel geweldig mooi hoor. Ja, wat gingen ze tekeer. Ja, mooi gebied hier ook. En eigenlijk nog, ja, nu is het nog relatief rustig natuurlijk, nog voorseizoen is. Mm-hmm. Want ik heb hier wel gelegen, lag echt hartstikke vol. We zoeken er een gaatje. Ja? Ja. Nou, dat is nu niet. Je ziet overal zijn nogal vrije plekjes beschikbaar. In vakantietijd, hè? In die 6 weken schoolvakantie. Dan, is het hier bommetje vol? Bommetje vol. Ja, dan moet je inderdaad geluk hebben, wil je een plekje hebben, dan moet je op tijd zijn. Ja. Nou, Chico heeft zijn plekje wel gevonden. Die hoor je vanavond niet meer. Nee. Zo, nu wordt het tijd om de zeekruil te gaan bakken. Wordt het wat? Ik heb hem wel zeker aan, hoor. Nou, ik denk niet dat jij het lekker vindt. Nee, het sprokkel bij mij uit de vijver ook. Echt een groet in de vijver bij mij. Ja, ken aan. Ik heb er 4 euro voor betaald bij de groenteboer. Ja. Maar het is past wel goed bij vis. Maar dan moet je wel wat... Bij die zeekruil, ook die zout voor zichzelf. Dat is zout voor zichzelf, dus dat is eigenlijk, dan hoef je eigenlijk de vis ook niet heel erg te kruiden. Ik heb er wat peper overheen gedaan. Maar zout, ja, dit is dus wel zout van zichzelf. Lijkt mij erg lekker. En je hebt geen boter gebruikt? Ik heb hierbij mijn kroonboter gebruikt. Dat kan ook. En bij deze heb ik even lekker olijfolie. Ja. Ja, dus gaan we gewoon lekker zitten. Gaan we doen. Vanuit je verrassen. Ja. Vanavond door mij, dus weer eens wat anders, hè? Ja, zeker. Voorlopig zit je nog een beetje giechelen in de zon. Nou. Nou, ik heb hem op de huid gebakken en heel eventjes omgedraaid. Maar volgens mij zijn ze goed. Mooi. Dus ik ga de zeekraal even op jouw bordje scheppen. Ja. Zie je dat? Perfect. Nou, ik zet het voor je neer hier. Oké. Nee. Mooi. Hey. Ziet het er goed uit? Of ja, ziet dat er goed uit? Ja, dat ziet er heel goed uit, Kees, ja. Een beetje van de zee, een beetje van Kees. Oh ja, en er zit een graat in, dus je moet wel even uitkijken voor je kunstgebit. En voor je keel natuurlijk. Vis eten is soms een beetje werk, hè? Maar eens even kijken of dat hij goed is. Ja. Ja? Nou, top. En doe er eens even een hapje zeekraal bij. Er zit boordevol mineralen, calcium. Nou, smaak best hoor. Er zit helemaal niet zoveel graat in. Nee, heel weinig. Die zeekruil erbij is wel echt super lekker. Ja. Goedemorgen, een dag zonder zorgen. Tot nu toe in ieder geval wel. Ja. Het zonnetje schijnt heerlijk hier in Zeeland. Nou. We treffen het wel. Ja, op een topplekje. Ja, het is echt een topplekje. Ja, zeker voor de honden.
Die kunnen vrij op het eiland lopen. Want we laten nu, dit is waar ik nu mijn rondje doe. Of we, maar normaal gesproken doen we dat in de stad. En dat is ook wel leuk, want er gebeurt ook van alles. Maar dit is voor die honden echt een walhalla. Ja, omdat ze echt los kunnen. Ja, ze kunnen echt los. Trixie kan niet los. Zelfs Trixie kan los. Nou, die loopt daar. Dus die heeft het helemaal naar de zin. En wij ook, want het is heerlijk wakker worden zo. Er is verder niemand, behalve een fluitconcert, hè? Ja. En hoort, dat hoorde je vannacht ook niet. Het was doodstil. Het was echt doodstil. Ja. Je hoorde helemaal niks. En sowieso, s'avonds, iedereen gaat al vrij vroeg de mand in, volgens mij. De kooi. Dus het is echt een rustoord, laten we het zo maar zeggen. Nou, en straks gaan we weer verder. En het idee is dat we richting de Brouwersdam gaan. Om daar eens even op het strand te gaan kijken. Want ze geven vandaag 30 graden op. Tropische temperaturen hier. Ja. Dus dan proberen we wat verkoeling te gaan zoeken. En ik denk niet dat we daarin de enige zijn, want dat is natuurlijk het nadeel dat als het een warme dag is en je zit in Zeeland, dat je omringd wordt door ook veelal Duitsers natuurlijk. Hè? Je moet die strand een beetje ontwijken waar het zo druk is. Er is zoveel strand, alleen iedereen op dezelfde plekken zit. Ja, dat is vaak, ja. Ja, dus dan moeten we nog even kijken of dat we een mooi plekje kunnen vinden. Maar dat gaat vast wel lukken. Dat zijn oorkwallen. Dat zijn oorkwallen? Ja, dat hoorde ik gisteren ook van iemand. Meestal zijn vier van die oorkwallen. Ja. Die oren zitten erop en dat zijn de gezagsorganen. Oh, nou. Ja. Chico, Trixie, hey. Rustig even. Even rustig, hè, jong. Oh, maar dat zijn eigenlijk de geslachtsorganen. Ja. En in de uiterste gevallen hebben ze er tot 9 toe van die oren. Oh, ja. Die is niet zo groot. Dat is een jongen. Dit is een jongen? Ja. Een jonge kwal. Ja. Nou, ik ken heel veel jonge kwallen, maar deze... Ja. Dus dat zijn ze geslachts... Ja, dat heb ik net zitten lezen. Oh. En ze kunnen eigenlijk niet zoveel kwaad. Ze steken heel licht en daar krijgen we hooguit een rood plekje van, maar niks aan de hand. Ik heb genoeg rode plekjes. Ja. Nou, doe ik wel. Ja. Ik ben even op zoek naar een krabbetje. Maar gisteren stonden we met mensen te praten hier. Ja. Het was zo grappig. En ik zei, auw! Toen was er een flinke krab, waar zijn mijn tenen begonnen. Ja. Want het is zo, dan sta je stil hier in het water even te praten. En dan komen ze naar je toe. Dan denken ze, dat is een lekker hapje. Maar vervolgens, als je dan naar ze toe loopt, dan zijn ze wel weer bang. En dan scheren ze er vandoor. Ja, dan gaan ze er hard vandoor. Maar het was even, dat was wel grappig. Wat dieper, je moet wat dieper zijn. Ja, je moet iets dieper zijn. Je hebt hier best wel grote krab, hoor. Eigenlijk zou ik er wel eentje willen vangen. Maar goed, ik heb niet zo'n netje. Nou, je gaat de vrouwtjes weer verleiden hier. Nee, kijk, anders snap. Ja, dat is niet zo gek voor jou. Ja, dat moet. Ik neem al grote risico's om een vlogcamera mee te nemen hier het water in. Ik heb alles voor jullie over, zie je dat? Al wat gevonden? Nee. Ja, het is zo'n helder water hier in het Grevelingenmeer. En het schijnt dat het vroeger, toen het nog niet afgesloten was, toen het nog onderdeel was eigenlijk van de Noordzee als uitmonding, dat het toen veel helderder water was. Maar omdat het nu toch een soort van stilstaand water is, er komt alleen wat aan het begin naar binnen volgens mij, hè, daar bij de Brouwersdam. Ja, bij de Brouwersdam. En ja, hier bij de sluizen wat, maar er is natuurlijk heel weinig verversing zit in het water. En ik sprak gisteren een man die dus heel vaak dook in die omgeving. En die zei van vroeger kon je gewoon, 30, 40 meter diep kijken. En tegenwoordig is dat toch een stuk minder. Ja. Nou, ik vind het schrik. Het is een heel mooi natuurgebied, hoor. Ja, het is prachtig. Kijk, dat hebben we met die deltawerken toch bereikt. En we hebben geen natte voeten meer. Nee, nou, je hebt wel natte voeten. Ja, maar en we hebben natuurlijk een heel mooi recreatiegebied, heel veel gebieden bijgekregen. Ja. En dat is... Noem maar op, het Veersemeer tot de Grevelingen en... En dit is onderdeel van Staatsbosbeheer, dacht ik. Dus die, daar betaal je ook voor, hè. Voor die kaart hier dan, de Grevelingenkaart. En dat is terecht, want het moet ook allemaal bijgehouden worden. En het is toch mooi dat je daar gebruik van kan maken. Maar geen krabben. Volgens mij hebben de krabben vandaag een vrije dag. Ja. Nationale krabbenvrije dag. Ik weet niet hoe laat ze wakker worden. Ik heb geen idee hoe laat de gemiddelde krab opstaat. Nee. Maar als je niet uitkijkt, dan hangt er straks eentje aan je sjaki. Ja. Moet je ook niet hebben. Niet bij. Nee.
vissen? Ja. Ik kon net water oplopen en ik heb hier heb ik... Er staat één slipper. Eén slipper in gezet. En meestal zegt dat genoeg. Als je één slipper ziet en je ziet Trixie niet. Ja, maar dat vind ik nou niet leuk hoor. Ja, ik vond het... Ja, dat weet ik. Je hebt je zelf gekocht. Goed, zo'n 20 euro. Ja, 1999. Nou, en waar mag je zoeken? Trixie duwt de peuzel op je slipper. Ja, maar... Trixie! Ja, maar dat is niet leuk. En de VM is hier voorop. Ja, dat is eigenlijk één grote teleurstelling. Dit loopt uit op één grote teleurstelling. Ja. Trixie! Oh, daar, achter dat bosje. Oh, ik ren er even achterna, want dit moet ik natuurlijk ook vastleggen weer. Tico, ga je mee? Hey. Ja, Trixie. Trixie, waar is de slipper? Ja, de slipper, hey. Trixie? Die. Trixie? Kan maar eens even slipper. Vertellen. Waar is die? Waar is de slipper, tjere Trixie? Vertel eens even. Peerswijn in mijn broek. En de dag begon zo goed. Waar is die? Hij is nu even een gesprek aan het voeren met Trixie. Het is niet een heel groot eiland, maar om een slipper terug te vinden, dat is toch nog even een ding. Ik heb mazzel, want die van mij die staan er nog. Ik neem wel even die slipper mee. Zo, oké. Op zoek naar de rechterslipper, ja. We missen de rechterslipper. Ik heb hier even het voorbeeld meegenomen, dan kan je dat Trixie even, hier. Ja, maar ja. Misschien dat ze je wel brengt naar de plek waar de slipper... Ik vind het nieuw, hè? Ja, dat, ja. En op één slipper kan je niet leven natuurlijk, hè? Nee, en Trixie deed wel heel lief in één keer. Ja, maar dan weet je al vaak hoe laat het is. Ja, maar dan brengt hij niet terug naar de plek van de... Hoe noemt dat? Ja, van plaats delict eigenlijk, hè? Plaats delict, ja. Ja. Maar als je nou straks als je Trixie ziet, moet je even de slipper laten zien. Dan kijken wat haar reactie is. Ja, misschien brengt ze je in één keer, hè? Ja, weglopen. Ja. Ja, en dan weet ze dat ik niet meer mag, hè? Maar ze is ook weg. Ja, dat wel, maar dan komen we terug. Dus en Trixie is weg en je slipper is weg. Maar Trixie, die kent hier toch niet weg. Is toch geen doen, dit? Om te zoeken? Ja, om hier de slipper terug te vinden. Nee. Nee. Ik moet een dagje blijven, denk ik. Ja, moet je een dagje extra bijboeken. Dat zie ik ook niet... Die is ook zo bij de hand, Chico. Chico is wel slim, ja. Deze geven laat zien en zegt, ga zoeken. Ga zoeken, Chico, ja. Kom eens, Chico, kan je ons helpen? Nee. We zijn op zoek naar deze slipper. Zie je wel? Nou, Chico, ja, begrijp. Ja, zie je wel? Begrijp. Ja, nou, die ga je zoeken. Die ga je zoeken. Zoek. Zoek. Chico, zoek slipper. Doe maar zoeken. Chico denkt, mij niet bellen. Meestal opereren daders echt in de buurt, hè? Ja. Dus het zal hier toch ergens wel zijn, denk ik. Misschien heeft ze hem in een gat verstopt. Nee, hier niet. Hier is waarschijnlijk een Duitser gelegen. Een heel groot gat gegraven. Pa doet ook buurtonderzoek. Hij vraagt aan deze passant of dat hij de slipper heeft gezien. Het signalement is duidelijk, want hij heeft de andere slipper heeft hij bij zich natuurlijk. Ja, en dat is het met Trixie. Ze doet dingetjes altijd stiekem. Dus als je even de andere kant op loopt... Toen, nou ja, waarschijnlijk toen wij het water liepen. Toen is Trixie, heeft ze toegeslagen. En de slipper ontvreemd. En vervolgens ook niet meer teruggekeerd. Trixie! Ja, kijk, zie je, daar loopt ze weer. Maar zonder slipper. Is ook met buurtonderzoek bezig. U heeft hier eerder gelopen, daar. U was daar, u heeft ook geen slipper gesignaleerd? Nee, geen slipper gesignaleerd. Nee. Eentje hier. Ja, één. Sta je dan met je slipper? Ja, ja, maar het gaat helpen. Ja. Je blijft nog een paar weken hier? Drie dagen. Drie dagen. Alsjeblieft twee weken. Ik weet jullie te vinden. Ja, hè? Ja. Ja, nou ja, u loopt die kant op naar links en dan als u de slipper tegenkomt... Helemaal goed. U weet ons te vinden, hè? Ja, oké. Okay. Ja. Fijne dag. Hoi. Maar je zit er wel mee. Ik heb er ook prettige herinnering aan. Ja, ik heb er al een hele dag mee kunnen lopen. Maar liefst één dag.
Ja, jij neemt altijd moeilijk afscheid van dingen. Ja. Nou, ik snap dat dit is ook een hard gelach natuurlijk. Ja, dat blijft slippen. Ja. Dan heb je door de brandnetel zien. Ja. Het is hetzelfde. Nee, het is wel altijd, het is altijd wat. Nee, dat heb ik ook al gezocht in de gaten. Gaan we een klein stukje die kant op? Ja, daar ben ik net ook geweest daar. Oh. Dus we kunnen beter die kant oplopen. Ja, daar ben ik ook geweest net. Oh. Hij neemt zijn taak wel serieus hoor, de buurman. Je ziet hem ook echt gericht zoeken. Ja, hij zegt het. Ja. Maar goed, we hadden eigenlijk al op de Brouwersdam kunnen zijn. Ja. Kijk hem. Kijk hem. Ja, hier ligt hij. Maar is die heel? Ja. Ja, hij is nog heel ook. Ja, ik zal het even tegen de man zeggen hoor. Ja, dat hij niet meer hoeft te zoeken. Nee. Nou, het is wel, het heeft een happy end. Ja, daarop. Ja. Rennen. En hier heb je hier als een eilandje ook geen schoenenwinkel of zo. Nee, de Van Haar is best wel ver weg. Ja. Maar ik zie wel een lach op je gezicht. Ja, ik snap erop, ja. Ja. Ja, maar het gaat er niet. Het loopt ook niet lekker zonder. Nee, je loopt ook gelijk een stuk, eigenlijk als een jonge hinder door het lange gras. Nou, we gaan. We hebben wat vertraging opgelopen. Ja. Alle slippers weer verzameld. En waar gaan wij vandaag heen, pa? Ja, richting de Dam, hè? Richting de Dam, ja. Want ik ben uitgenodigd door Beach Club Perry's, als ik het goed heb. En dat ligt aan het Noordzeestrand, dus aan de andere kant van de Brouwersdam. Maar daarvoor, dus een beetje bij Scharendijken, heb je ook een jachthaventje en leuke plekjes. Dat is wel aan de andere kant van de Grevelingen. Maar ja, het wordt vandaag 30 graden, dus het is lekker om aan zee te zijn. Ik denk dat dat een beetje de volgende bestemming gaat worden. Dat gaan we proberen, ja. Ja, bij ons weet je het nooit. Ja, maar met dit weer moet je hier ook op de Grevelingen blijven. Ja. Kijk, ja. Als het toch een paar dagen heel warm is, moet je echt niet hier weggaan, hoor. Nee, want er zijn mensen die komen vanuit het binnenland gaan hierheen om verkoeling te zoeken. En wij zitten hier. Het is hier ook niet echt druk, maar kijk, helemaal geen mensen meer, man. Nee, ik zie 4 slippers, 2 honden en 2 mannen. Ja. Dus dat is het. En vanavond, dus bij die beachclub hebben we een dinertje aangeboden gekregen. Het druk is, hè? Je hebt echt kans dat het heel druk is. Ik zal straks eens bellen of ze nog een gaatje hebben. Maar ze hebben zelfs een hondenmenu. En we zijn uitgenodigd om gratis te mogen eten. Dus dat slaan we natuurlijk niet af. Ik heb geen krab kunnen vangen, maar wel een krabbenpootje. Poot, ja. Die liggen overal, die wonen natuurlijk door die meeuwen ook. Flinke poten hoor. Ja. Dus kun je zien, de aardige krab, het is van een grote krab hoor. En die zat gisteren aan mijn teen. Te knagen. Te knagen. Ik vind het wel aardig gezellig, Kees. Ja, zeker. Zeker. Nou, wij staan op het punt om te vertrekken. Ja. Trouwens, paaien. Je bent hier zo verkeerd. Oh. Ik kan als... Maar dan merk je toch als je me aantrekt. Hier, die kan... Het is heel donker in mijn hut. Ik heb het zo gemaakt dat de zon er binnen kan komen. Hij is het verkeerd om. Ja. Maar dan zien ze van de achterkant ook dat we van de volgende bestemming zijn. Jezus. Nou vind ik jouw achterkant ook beter dan je voorkant, denk ik. Maar ja. Maar goed, nou, dit is ook weer alle kledingetiketten zijn ook weer voor elkaar. Keurig, wij gaan En je slip is weer nou, terug. Het is helemaal compleet. We zijn helemaal klaar. Ja, er kan niks meer misgaan. Ga je los, oké? Oké, top. Kunnen we weer? Ik heb er zin in. Dit was de vlog voor deze keer, maar niet getreurd, want aanstaande zondag zie je alweer een nieuwe vlog. En dan zie je dat we het Grevelingenmeer gaan doorkruisen en uiteindelijk aankomen aan de Brouwersdam. En daar hebben we een prachtig plekje en daar komen we weer voor van allerlei verrassingen te staan. En gaan we onder andere op zeehondensafari. Chico heeft het een beetje warm de afgelopen dagen. We liggen nu in Dordrecht, zoals je weet. We zijn alweer terug. Maar ik zoek veel verkoelende plekjes, want het is echt heel erg warm op de boot. Hé, jongen? Ja, hè? Nou,
Ik zou zeggen, hou jij je hoofd ook koel de aankomende dagen. Dan proberen wij dat hier ook te doen aan de Knolhaven. En dat wordt in de zomer ook wel Costa del Knol genoemd. Omdat iedereen dan gezellig op straat zit, gezellig drankje erbij. Gewoon genieten van de zomer. Oh ja, en dit weekend is het Big Rivers Festival in de stad, in Dordrecht. 10 podia verspreid door de hele stad. Dus dat moet hartstikke gezellig worden en super lekker weer erbij natuurlijk. Nou, ik zou zeggen, like deze video eventjes en abonneer je op het kanaal van de Vloggende Bestemming. Als je dat nog niet had gedaan, dan zeggen wij vanaf de VB002 bedankt voor het kijken. En heel graag tot de Vloggende Bestemming. Chico? Hoi!